nog het klassement met 15.466. Dat is een 66.000ste van een punt hoger. Ja, de verschillen zijn klein. En dan krijgen we Flavius Koczi, de Roemeen. Tweede salto was lager dan de eerste. Ik zeg dat omdat de jury daarop let en daar aftrek voor punten voor geeft. Dat is mooi, die combinatie. Die zit helemaal scheef. Dat was niet correct, technisch. Hoge hoeksteun, knap hè? Moet je eens proberen. Nou ja, jullie liggen natuurlijk allemaal in Nederland in bed televisie te kijken. Of liggen lui op de bank, en terecht. Zou ik ook doen. Zo rond 6:45. Neem dan maar een kop thee of een kop koffie. Maar hier is het 7 uur later. Kijk, dit is knap. Maakt hij een 3,5 schroef in de salto. Dat zien we ook zelden. Het is een turner die heel gemakkelijk om zijn lichaamslengteas roteert. Dat is ook zijn specialiteit. Dat doet hij ook bij sprong. En hier nog tot slot een drievoudige schroef. En ik kan u verzekeren, dat is niet eenvoudig. Want na 60 seconden dan ben je al aardig verzuurd. Het is natuurlijk toch turnen is natuurlijk toch helemaal niks cyclisch heeft het. Hè. Je zit niet in een bepaald ritme. Het is volledig aritmisch. Elke beweging heeft weer zijn eigen tempo en zijn ritmeverwisselingen. En na een minuut, dan ben je al aardig verzuurd. En dan moet er nog zo'n coördinatief onderdeel uitkomen als een drievoudige schroef. Hier dat eerste afrollen, dat deed hij wel goed. En hier zien we dan die schroeftechniek. Waarbij hij de ene salto dus combineert met de volgende. En dit, de laatste was een anderhalve schroef. Dat zat in die tweede salto. En door dat aan elkaar te rijgen. Ja, dan, dit is een 3,5 schroef. Dat is echt ongelooflijk. Ik denk dat hij op dit moment de enige is die dat kan. Maar gezegd moet worden dat hij ook bij die anderhalve salto met afrollen, daar had hij toch een ernstige fout. Dat zal hem zeker met een halve punt bestraft worden in de uitvoering. De 24-jarige Flavius Koczi uit Resica. Hij is de heersend Europees kampioen op vloer. Dat werd hij dit voorjaar in Berlijn. En vorig jaar in Rotterdam werd hij zesde in de WK-finale. Nu staat hij derde voorlopig. 6,70 voor de moeilijkheidsgraad en 8,633 voor de uitvoering. En dat leidt dan tot een totaal van 15,333. 1 dus nog steeds de Braziliaan Hippolito, 2 Legendre, de Amerikaan en 3...